Minister Sergio Akinbotoffa, Natuurlijke Hulpbronnen NH, heeft een overeenkomst getekend met Power China om 2 dorpen in het binnenland te voorzien van elektriciteit. Het gaat in deze om een hernieuwbare energieproject dat bedoeld is om de dorpen in Pekingslee en Guyaba 1x24 uur van stroom te voorzien. De ondertekening voor dit project vond gisteren plaats op het ministerie van NH. De bewindsman zegt dat er ook andere projecten in de planning zijn voor de elektrificatievoorziening van het binnenland. De regering zet zich in om steeds meer dorpen en uiteindelijk het totale binnenland voorzien wordt van 1x24 uur elektriciteit. We zijn bezig met meerdere partijen te kijken hoe we de elektrificatievoorziening in het binnenland kunnen optimaliseren. Het blijft niet bij deze 2 dorpen, benadrukt minister Akinbotoffa. Het project zal worden uitgevoerd door Power China, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het opwekken van hernieuwbare energie. Het bedrijf is aangetrokken om een hybride systeem voor het opwekken van zonne-energie ten behoeve van de dorpen Pekingslee en Guyaba op te zetten. Minister Akinbotoffa zegt dat het bedrijf ervoor zal zorgen dat het systeem in december dit jaar functioneert. Ze werken slagvaardig. Ze doen zelf hun eigen inkopen als het aankomt op benodigde materialen. Ze doen zelf de financiering. Hun prijzen zijn redelijk goed. De minister zegt dat de regering voor de financiering van dit project gebruik heeft gemaakt van een zachte lening vanuit China. Ambassadeur Liu Quan van China in Suriname heeft de vertegenwoordiging van Power China op het hart gedrukt kwalitatief goed werk te leveren.